De Dag der Migranten is dit jaar voor de eerste keer gevierd. En het thema is hoe wij hier ook samenkwamen. Het is een dag waarop middels cultuur, dans en culinair de natie Suriname te zien is. De festiviteiten vinden plaats op het Onafhankelijkheidsplein en wij brengen nu een verslag van deze dag. Dit geeft ons aan dat er een moment gekomen is dat wij een eigen invulling geven aan de geschiedenis van onze voorouders die al naar hiertoe zijn gemigreerd. Wij weten dat we concepten hebben overgenomen van de koloniale tijd, zoals immigratie. Maar u begrijpt dat het begrip immigratie zelf ook een schuilbegrip was voor wat toen als slavernij beschouwd werd. Want immigratie zou moeten betekenen vrijwillige migratie naar Suriname toe. En emigratie zelfde, we weten dat er slavenhandel geweest is. We weten zelfs dat de inheemsen 15.000 jaar geleden ook gemigreerd zijn. In een bepaalde volgorde van Arawakke, Caraïbe en zo. De trio's als eerst. Vanuit Amazonewoud naar het Sipaliwini, de Sipaliwini Savannah. Dus nu weet de historische feiten kennen dat alle volkeren die hier zijn, gemigreerd zijn hier naartoe. Hebben we een concept nu weten te introduceren dat ons eigen is. Niet alleen concepten overgenomen, als je van die im, sommigen zeggen ja, maar klinkt het niet als immigratie. Nee, als je die im wegstreept, dan krijg je het concept migratie. En migratie wil zeggen verplaatsing van groepen mensen. Nou zijn alle voorouders ooit eens hier naartoe gekomen. En we zijn dus voor nakomelingen van een migrantenvolk, van migranten geweest. Vandaar zeer passend om zo'n dag dus ter ere van de voorouders te introduceren. U heeft zojuist een monument onthuld. Wat symboliseert dit monument? U ziet daar de handen. Dat zijn de verschillende groepen die hier naartoe kwamen, de verschillende kleuren. Het wordt ook gezegd, zoals de artiest dat zegt, van de verschillende nationaliteiten die zij voorheen hadden gekomen. En natuurlijk de ster van de Surinaamse vlag, die eenheid die er is. En dat ze dat allemaal dragen en daarvoor eigenlijk verantwoordelijk zijn. Het mooie daarvan is natuurlijk dat met zo'n symbool voor de palmetuin je ook direct ode brengt aan de oorspronkelijke, de eerste bewoners van Suriname. Dus zo'n symboliek is het in deze tijd meer dan ooit, denk ik, nodig. Eenheid is iets dat we allemaal moeten bevorderen. Ik zeg altijd, ontwikkeling en eenheid zijn niet alleen een streven. Het is een strijd, we moeten continu ervoor zorgen, want wij hebben die verantwoordelijkheid om die ontwikkeling te brengen, maar wij hebben ook de verantwoordelijkheid om die eenheid te bewaren. Dit is weer zo'n natievormend element dat we geïntroduceerd hebben om die eenheid te bevorderen. Het zegt ons heel veel. Het komt erop neer ja, hoe wij hier tezamen kwamen, alle culturen, bevolkingsgroepen bij elkaar. U zegt alle culturen, alle bevolkingsgroepen bij elkaar. Wat maakt onze samenleving met de verschillende bevolkingsgroepen, wat maakt ons zo sterk dat we bij elkaar blijven? Zo, wat ons zo sterk maakt. Zo, ik denk de liefde. We hebben elkaar nodig. We maken gebruik van elkaar cultuur, wat eten betreft. Verschillende dingen. Dus ik denk dat verschillende dingen ons bij elkaar binden. En waarmee staat u allemaal hier op het plein? Wat verkoopt u allemaal? Ja, ik verkoop meer Maron gerechten van het Klaaskrieg. Ja, Brokopondo, Ganze. Onze stand heet ook Ganze Gangasa. Maak we producten. Uit Ganze Klaaskrieg. Yeah.
Ik denk dat we aardig op weg zijn. Maar wij hebben de gelegenheid nu om alles eraan te doen om dat proces te versnellen. Om alles eraan te doen om die nieuwe generatie die komt, om dat bewustwordingsproces bij hun te brengen. En dat betekent dat wij die geschiedenis zullen gaan moeten schrijven vanuit onze eigen ogen. En niet zozeer vanuit de ogen van de toenmalige kolonisator. De archieven liggen daar. Van deze plaats wil ik ook onze jonge historici oproepen in te duiken en ook die historie te schrijven of te herschrijven. Maar ik heb wel het gevoel hoor, niet alleen het gevoel als ik zo om me heen kijk om concreet weer op je vraag in te gaan, dat we aardig op weg zijn. En dit is een goed voorbeeld. Het is geen Nationale Vrijdag, want vele mensen dachten het is een Nationale Vrijdag. Het is geen Nationale Vrijdag. Het is een gedenkdag waar we gewoon alle verschillende groepen, de migranten die zijn gekomen, dat we lekker met elkaar bezig zullen zijn. Deze dag betekent heel veel, want je ziet verschillende volk bijeen weer. En het is een heel veel mooie dag. Want ik vind dat ze moeten blijven houden. Dat ze moeten ook herinneren dat ze waren allemaal bijeengekomen. En laat het zo blijven en laten we bijeenkomen. I live in Suriname 45 years ago. Long time. And do you like it to live in Suriname? Of course, I love Suriname. Suriname is my second house. I love it very much. My daughters, they born here. My grand born here in Suriname. But the father is Surinamese. And what is the contribution of the Brazilian community in Suriname to the development of Suriname? They began about of gold. You know that. Who opened the gold in Suriname? Brazilian, 92. I was together with Mr. Lipoussin. I worked as Sara Creek together with him. Later, other Brazilian come. De ontwikkeling wat betreft de inheemse is heel veel als je nagaat. De cultuur en alles. Men zegt, je hoort in de wandelgang, ja, wat voor ontwikkelingen hebben ze gebracht. Maar als wij er niet waren, waren de bossen er niet meer, toch? Wij proberen de cultuur, de traditie, iedereen bewust te maken van dat we elkaar lief moeten hebben. Dus dat is ook een van de ontwikkelingen van het koesteren van liefde. Toch? Van we zijn rustig, we zoeken geen andere dingen, we gaan geen vernielingen verrichten aan het land. Als je nagaat, want niet alleen maar rijkdom breng je verder. Vanuit de inheemse kant zijn van respect voor elkaar moeten we hebben, zodat we dan een goede ontwikkeling, een goede Suriname, wat wij noemen bloementuin van Suriname, verder kunnen ontwikkelen, gezamenlijk. Vanaf contra-arbeiders naar Suriname komen. En we hebben veel ontwikkelingen dan in de industriegebied, handelsgebied, zoals supermarkt, restaurant en zo. Deze dag is bedoeld, is de eerste keer dat er Dag der Migranten gevierd wordt. Wat vind jij van deze dag? Wat zegt deze dag jou? Dat alle bevolking samenkomen en samen vieren voor immigranten. Het is een belangrijke dag, natuurlijk. Voor de migranten die van uit verschillende landen komen.
En het moet vaker gebeuren in Suriname. Het is leuk om te zien. We leven samen met elkaar. We zijn meer gefocust op een samenleving van verschillende bevolkingsgroepen die bijeenkomen. En dat maakt het zo bijzonder hier in Suriname. Dat zie je overal. Mijn boodschap naar de Surinaamse bevolking is dat we zo'n dag altijd moeten blijven vieren en natuurlijk herdenken. Want we leven in een land met verschillende bevolkingsgroepen. Het is geweldig in Suriname. Zo is het in Suriname. Zie je niet overal.